Yo VakoGamers, Lars hier, welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival, hier op VakoGames. En jongens, voordat we aan deze aflevering gaan beginnen, wil ik jullie allereerst even ontzettend bedanken voor de support op de afleveringen van vorige week. Ik heb namelijk net eventjes zitten koekeloeren en ik kwam erachter dat elke aflevering meer dan 100 comments heeft. En er zijn zelfs afleveringen bij die meer dan 1000 likes van jullie verzameld hebben. Pittig tof jongens, leuk om te zien dat jullie ook weer zoiets hebben van, weet je, wij willen de Minecraft Survival afleveringen terug. Gaat helemaal geregeld worden. We gaan de komende tijd lekker weer aan de slag. Deze week natuurlijk weer van maandag tot en met vrijdag. 6:30 ochtends staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. En ik hoop eigenlijk deze week behoorlijk wat gedaan te krijgen. Allereerst natuurlijk te beginnen met ons huis. Vandaar zijn we natuurlijk de vorige week geëindigd. Ik heb namelijk zitten besluiten om samen met jullie aan de slag te gaan met een, een diorite huis. Waarom heb ik dat besloten? Ik heb namelijk ook in de comments gelezen dat jullie de afstand tussen het, aan de ene kant het lichte van het diorite en het donker van het hout, dat jullie dat een mooie combinatie vinden, een soort van kleurcontrast. Nou, ben ik eigenlijk op zich wel mee eens. De andere stenen zijn een beetje donker. We kunnen ze natuurlijk wel gebruiken voor accenten, hè. Het is natuurlijk niet zo dat ik een heel compleet diorite huis ga bouwen. Dat gaat het niet worden. Ik ga natuurlijk deze kleuren gebruiken om af en toe eens een beetje donkerder te werken. Een beetje licht, een beetje donkerder. Afwisseling. Dat is wat we gaan doen. En wat ik ook ga proberen, is om een soort Amerikaans verandahuis te bouwen. Ik wil namelijk niet weer, zoals in de vorige afleveringen, een enorme mansion neerzetten met een zwembad en allerlei grote kelders eronder. Gaat er waarschijnlijk wel een keertje komen. Maar ik wil beginnen met een simpel Amerikaans huis. Met een veranda, weet je, dus een soort ja, zithoek eigenlijk die je buiten hebt. Een houten zithoek. En dan maken we een soort plat dak. Met misschien toch wel een klein keldertje eronder. Want ik moet natuurlijk wel ergens mijn spulletjes droppen. Nou, toch gaat het over spullen droppen. Deze potatoes wil ik ook echt als de zandsoedemieter even veiligstellen. Had ik altijd ondertussen ook in de comments gelezen dat ik weer zo'n sukkel was om mijn potatoes in de oven te gooien. Nou is dat op zich niet heel erg. Maar wel als je maar een paar potatoes hebt. En de rest van de potatoes eigenlijk natuurlijk binnenkort moet gebruiken om een nieuwe moestuin aan te leggen. Als ik die niet meer heb, die potatoes, ja, dan kan ik ook geen groentetuin aanleggen. Geen groentetuin is geen eten. Geen eten is dood. Dood is janken. Dus dat moeten we eigenlijk proberen te voorkomen natuurlijk met z'n allen. En ik moet ook eventjes kijken van welke kleur we dat dan gaan doen. Want we moeten natuurlijk dit. Deze kan weg. Die hebben we niet meer nodig. Deze kan opbokken. Die kan opbokken. Maar hebben we verder materiaal? Dat is eventjes de grote vraag. Want voor mij heb ik maar 1 diorite blok. En that's it. Dus dat is wel heel erg weinig. Je kan met 1 blok kan je geen huis bouwen. Tenzij je een ultieme minimalist bent. Maar dat ben ik niet, daar houden we niet van. Dus eerst deze zooi gaat allemaal weg. Oh, deze kan wel eventjes mee trouwens. Je weet het immers maar nooit. Oh, mijn stone sword weer. Iron sword ook mee. Graniet willen we niet. Stone pickaxe en de oaklocks nemen we maar mee. Voor het geval dat we onder de grond toch nog iets van materialen moeten verzamelen. Heb ik geen pickaxe? Waar is mijn pickaxe? Oh hier, stone pickaxe. Ik had toch ook een iron pickaxe of niet? Nou ja, blijkbaar niet. Laten we er dan gewoon maar eens eventjes eentje bij maken. Op z'n vlots, dan hebben we dat ook maar. Oh ja, daar heb ik al mijn iron aan uitgegeven. Al die gear, dat was het inderdaad. Ik ben ondertussen ook... Wacht, oh, wacht. Stop, niet te snel. Eerst deze. Hopsa, en dan 1, 2. En dan... Pickaxe. Oké, let's go. Isn't it iron pick? Hm? Wat is dat weer voor raar gezegd? Nou ja, het zal. Laten we eens eventjes kijken of dat we dat wat meer van dat diorite kunnen vinden. Want dat ligt natuurlijk nog steeds onder de mijn. En die mijn moet ik ook binnenkort eventjes wat beter maken. Want op zich is die wel leuk tot nu toe. Maar er moet natuurlijk wel even een mooi trappetje naartoe. En dan wat een mooie lampen bij staan. Dat is allemaal belangrijk. En dit spul gaat dus eventjes dienen als basis voor mijn huis. In ieder geval de eerste verdieping wil ik af hebben vandaag met jullie. Gaat waarschijnlijk niet gebeuren, maar... Je moet jezelf goals stellen, toch? Je moet jezelf een doel stellen in je leven. En op dit moment is mijn doel om in ieder geval de onderverdieping van het huis af te maken. Dan kunnen we dat gebruiken als schuilplaats. Want ik vind dat hele dirthuisje wat ik nu gebouwd heb, dat is echt wel heel erg skeer. Oeh. Ging het toch bijna fout. Ligt het daar overheen of niet? Even een kurk erin, hopsakee. Dan wil ik namelijk dit ook allemaal meenemen. Stop met stromen. Vet veel gevaarlijk. Oké, terwijl dat stopt, kunnen wij deze even meepikken. Oh, was dat een fakkel? Heb ik een fakkel gesloopt? Oh nee, dat is dit natuurlijk. Dat is dat. Hebben we nog kool? Kool. Er is toch wel ergens een beetje kool te vinden in deze toko. Oh niet, is het zo'n enorme skeerste hier. Geef mij gewoon een beetje kool. Ik heb er maar eentje nodig. Oh, come on. Zit hier misschien nog kool in? Nee, dat heb ik natuurlijk allemaal meegenomen. Daar is kool. Hoe komen we daar nou weer bij? Kom weg. Overkant. Zo. Ja, dan zijn we in ieder geval veilig. Waarschijnlijk zijn we dat totaal niet. Dan worden we alsnog aangevallen door een of andere skeleton met een ongesteldheidsprobleem. Ik hoor hem trouwens al. Een creeper of een zombie. Wat is het? Al die geluiden ondertussen. Het is een zombie. Een zwemmende zombie. Lekker bezig. Hij wel, ik niet. Ik zit hier gewoon lekker in mijn huis. Ik heb helemaal geen zin om te zwemmen. Oh, is het wel leuk trouwens, zwemmen. Zwemmen is wel echt een ding wat ik op zich tof vind. Zo, het is wel even, even voldoende. Want het gaat me natuurlijk alleen maar eventjes puur om die andesiet. Of dioriet. Ik haal het nog steeds elke keer door elkaar. Die zooi. Dat witte spul is dioriet. Dat lichtgrijze spul, dit is gravel gewoon. Dit is... Wacht, ik weet dit. Andesiet? Oh niet. Andesiet. Ja, hier zie je wel. Ik ben wel goed bezig. En die andere is dan graniet. Maar graniet kunnen we misschien ooit een keertje gebruiken. Voor een trappetje of zo. Of voor een mooi tuinpaadje. Dat zou kunnen. Want die moeten we natuurlijk ook krijgen. Maar dat gaat nog wel een tijdje duren hoor. Voordat we zo ver zijn, zijn we echt, nou, ik denk maand, misschien wel 2 maanden verder. Dat is wel echt een ding hoor. Maar het staat op de prio-lijst. Het komt ooit eens een keertje, wordt het gedaan. Ooit, als ik er zin in heb. En als ik mezelf echt gigantisch verveel. Maar dit is voorlopig nog niet zo. Want voorlopig hebben we echt de basis die we nog uit moeten voeren. Eerst de basis, dan de rest. Laten we eerst maar eens even een fakkeltje neerzetten. Anders word ik zo meteen door een zombie gepest. En dat willen we ook niet. Ik zit nog steeds in de Sinterklaas-rijmeladij. Terwijl Sinterklaas al lang en breed het huis uit is. Wat land uit is zelfs. Gaat land uit. Vol is vol. Wat verdorie. Zo, deze allemaal mee. Hoeveel hebben we er hiervan? Bijna 2 stacks. Nou oké, laten we dan proberen om 2 stacks te hebben. Het hoeft ook geen groot huis te worden. Ik ben ook niet zo'n type die gewoon echt een gigantische huge ass mansion wil. Ik wil gewoon een simpel schattig huisje wat ik kan gebruiken om te slapen. En voor de rest ben ik er toch waarschijnlijk niet heel veel. Want ik moet ook natuurlijk nog allemaal andere dingen gaan verkennen, gaan onderzoeken en allemaal verschillende tempels die ik trouwens in de comments van jullie heb geleerd. Die moet ik allemaal gaan proberen te vinden. En ik heb eventjes de comments zo zitten lezen. En er stonden dus allemaal nieuwe mobs stonden daarin. Onderwatertempels. Ik heb er nooit van gehoord, maar goed, hey, blijkbaar zijn ze er. Dus die moet ik allemaal natuurlijk wel hebben. En dat gaat binnenkort ook allemaal wel gebeuren. Maar dat kost allemaal tijd. Ik heb niet zoveel tijd. Ik heb alleen maar elke dag een minuutje of 10, 15 om die boel af te maken. En voor de rest zou het toch allemaal op een ander moment moeten. Misschien kan ik ook wel weer eens een keertje een livestream doen van deze serie. Misschien op zaterdag of zo, dat dat ook wel weer eens een keertje kan. Als ik er echt heel veel zin in heb hoor. Maar dan kunnen we natuurlijk op zaterdagen, zouden we wat langer kunnen streamen. Dan kunnen we bijvoorbeeld een uurtje, 1,5, 2 uur, kunnen we gewoon lekker pakken. En dan kunnen we wat verder uitwerken. Moeten jullie me wel even laten weten of dat een idee is, ja of nee. Of jullie zoiets hebben van, nee, doe alleen maar afleveringen. Laat maar eens even weten jongens, in de comments. Willen jullie alleen maar afleveringen van deze serie? Of willen jullie zo ook eens een keertje een incidentele livestream? Laat maar eens even weten. Dat vind ik trouwens wel een mooi woord, incidenteel. Ook vaker gebruiken, dat woord. Incidenteel. Oh, het wordt incidenteel ook donker zo te zien. Vet gevaarlijk. Oké, zijn er zombies? Ik hoop het niet, want ik heb wel volledig veel licht hier. Dus hier zouden geen zombies moeten komen. In ieder geval hier in de omgeving niet. Hops, oké. Tukkie, tukkie. En dan eens kijken hoe we met het huisje aan de slag kunnen. Want ik heb natuurlijk wel wat hout. Ik heb al die bomen omgehakt. Greenpeace is nog steeds chagrijnig op me. Zo, kijk. Dit moet even een klein beetje aan de kant. Nog een schepje. Ergens. Ik zie ze staan er aan de overkant. Loeza's. Lekker bezig. Schepje. Oké, wooden shovel. Het is maar een klein beetje. Maar dan kunnen we in ieder geval een soort van ruimtetje voor het huis maken. Kijk, eigenlijk moet dit weg. Dit moet helemaal moven. Maar dat doen we de volgende keer wel. Deze moet eigenlijk helemaal aan de kant. Dan kunnen we hier de ingang maken. En ik wil de ingang niet in het midden hebben. Daar kon ik nog even over na zitten denken. Ik wil niet weer zo'n volledig symmetrische wereld als de vorige keer. Ik wil proberen om een beetje variatie aan te brengen in de Hollandse keuken. Dat is eigenlijk wat ik graag wil. Dus de deur moet een beetje aan deze kant komen. Deze even moven. Dit moet eigenlijk eerst helemaal opgevuld worden. Dus heb ik straks natte voeten als ik ga slapen. Dat is ook niet echt heel handig. En ook niet heel erg fijn trouwens. Dan zouden we het spul van de ene kant van dit kunnen we gebruiken om dit op te vullen. Ons ben en blijven Nederlanders natuurlijk, hè. Dus kunnen we dit zo, absoluut, een beetje inpolderen. En dan gaan we van andesiet, of van dioriet gaan we dan de rest maken. Maar eerst dit, want dit wordt dan namelijk een beetje een soort, ja, de veranda, om het maar zo te noemen. Ik kan trouwens ook met dit doen trouwens, denk ik me net. Misschien wel veel makkelijker. Ik heb nog een heleboel stenen, of niet? Waar zal die steen nou heen? Waar is mijn steen? Kom hier. Ik heb een hele kist vol met steen. Zo, ops. Oh, kom hier. Kom, dank u. Scheelt mij ook weer ruimte in mijn kist. Het zou niet de eerste keer zijn dat ik allemaal kisten helemaal vol heb met allemaal zooi. Misschien moet ik meteen vanaf het begin ook maar eens eventjes zorgen dat al mijn kisten goed ingericht zijn. Want de mensen die vroeger Minecraft Survival hebben gekeken, die weten, ik maak gewoon altijd van die kisten één grote chaos. Het is één grote bende altijd en het ziet er nooit uit. Dus ik wil wel proberen om het deze keer, nu we toch de kans hebben om het opnieuw te doen, gewoon in één keer helemaal goed te doen. Hoe fijn zou dat zijn? Wat is dit? Steen. Dan moet ik die hebben. Rup. Deze gaat hierop. Zo. Bam, bam, bam. Kijk, dan wordt dit een beetje de veranda. Zo. En dan moet eigenlijk hier, of zullen we dit met planken doen? Is eigenlijk ook wel mooi, hè? Met planken. Misschien is planken zelfs wel beter. Halen we allemaal weer weg. Oh. Ik denk ook eens een keertje, ik heb een leuk ideetje. Nee hoor. Vako heeft een idee. Nope, meteen wegwezen dat idee. Ik moet gewoon eens een keertje leren om niet toe te geven aan mijn eigen ideeën. Ik moet gewoon een plan vinden van een ander en dat gewoon uitvoeren. Dat is wat ik moet doen. Ik moet niet mijn eigen plannen gaan trekken. Want dat gaat helemaal verkeerd. Zo. Maken we hier even planken van, voor het grootste gedeelte. Zo te zien heb ik ze allemaal gedaan. Vet handig. Ik heb binnenkort weer bomen omlopen hakken. Nog meer bomen dood. Greenpeace nog chagrijnig. Nou, gaan we dit ook al in deze wereld krijgen. Please, dat was in de vorige wereld. Dat wil ik niet nog een keer. Zo. Dan misschien nog eentje extra erbij. Voor een beetje extra ruimte. Kijk, dat ziet er mooi uit. En dan kunnen we hier, dan andersiet neerplaatsen. Dan gaan we later wel een beetje details aan aanbrengen. Maar goed, eerst eventjes een beetje de basic vorm. Dan de details. Zo moet dat, hè. Als je een tekening maakt op school, moet je ook altijd eerst de grote lijnen doen. En dan de basic details. Dat is hoe het moet. Dat is hoe je dat aanpakt en niet anders. Zo, kijk. En dan moet hier ergens een beetje de deur komen. Bijvoorbeeld hier. Dat is een mooie plek voor een deur. Hier komt de deur. Zo, oké. Oh, een hele kleine deur trouwens. Zo'n klein onderdeurtje ben ik ook weer niet. Ik ben best een grote gozer. Dus ik moet ruimte hebben. Plap, plap. Zo, kijk. Eventjes van een afstandje, zodat jullie een beetje een idee hebben hoe het eruit moet komen te zien. Dit is een beetje hoe ik het wil. Misschien dat ik hem zelfs nog wel eentje breder maak de volgende keer. En dan maken we daar gewoon een plat dak bovenop. Een tunneltje kunnen we naar beneden doen ergens. En dan hebben wij wat volgens mij een hele mooie basis voor een gloednieuw avontuur in deze wereld. Mocht je deze aflevering tof vinden, smash dan eventjes een like. Mocht je nog leuke ideeën voor me hebben om dit huisje aan te passen, laat ze dan achter in de comments. En vertel me ook eventjes of dat jullie graag willen dat ik af en toe eens een keertje een livestream doe van deze wereld. Niet al te vaak, 1 keer per week, 1 keer per 2 weken. Laat me weten of je dat leuk vindt, ja of nee. En ik hoop natuurlijk ook nog even dat je een like smasht, want misschien halen we met z'n allen de 1000 weer. Zou tof zijn. Voor nu, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en jongens, tot de volgende keer. Mazzel!